heb de rest van mijn outfit voor Joker een feestje. Namelijk een bierpak. Ik denk dat Joker hier heel blij mee is, want hij wil per se dat iedereen mega verkleed gaat. We gaan even wandelen, een van onze vaste routes, door een heel mooi bos. Hoe was je dag? Oh, heel druk. Ja, ik hoorde jou de hele dag. Een hele dag heel meeting, druk. Meeting, meeting, meeting. Ja. Vergadering, vergadering, vergadering. Even iets anders. Deze springkruid. Hoe heette deze ook weer, jongens? Ik kan ze zo poppen. Nog niet. In ieder geval, deze geur is nu zo heerlijk. Nog niet. Jammer genoeg. Ja, wat ik nog wilde zeggen is dat deze afgeknipte sweat, hè, dus hij heeft 3/4 mouw, dat is nu perfect met dit klimaat. Just saying. We zijn even een fietskratje aan het uitzoeken voor mijn fiets. Beautiful, hè? Yeah. Lightweight? Yes. Quite lightweight. We take it. Beautiful. Hallo. Ik heb gisteravond mijn haar gewassen, maar ik had geen zin om te stylen. Dus ik ga nu nog even de steltang en toupage toevoegen. Wat ik eigenlijk wel al jaren had willen hebben, krultang. Want dan kan je dus stylen en meteen ook nog iets met krullen doen. En zeker nu hier aan de voorkant mis ik het echt wel. Maar ja, dan ben je nog langer bezig, hè? Want dan is dat een extra stap erbij. Jongens, ik heb de verjaardag van Joke nu. Ah, helemaal overhit. En mijn bierpak zit hierin. Met mijn Marlboro jasje. Dus ik ga daar voor de deur omkleden, want het is te warm om mee te gaan fietsen. Nou, ik ben er. Ik ben een beetje afgekoeld. Kijk, Joke. Ik dacht dat we als favoriete snack moesten, maar goed, er is dus miscommunicatie. Draai jij om als ik verrast hoe ik eruit zie, maar niet in de spiegel kijken of inderdaad. Nee. Echt, oom neemt dicht. Ja, shit, hoe ga je dat nou doen? Oom dicht, ik kan je overal zien. Niks zeggen, ziet? Ziet jij ook niks zeggen, hè? Roos doet een pak aan. Wat zou het zijn? Nog één momentje. De helft weet jij al uit de vlog. Oh, daar was qua timing ook niet alles natuurlijk. Dat is een echt oom. Ja, ik voelde in mensendruk bij jou dat echt wel uitbundig moest. Dat moet nog uitbundig? Ja. Oh mijn god, mag ik kijken? Ja, je mag kijken. Ja, net als Joker. En een Marlboro jasje, heerlijk. Wat mooi! Ja. Wat ben jij mooi! Dat kon jij wel waarderen. Dit kan ik zo waarderen. Ah, geweldig! Nou, mooi. Hoe gaat het nieuwe liedje met Bacardi Lemon? Ken je die al? Ik ga zo. Ja, je Bacardi Lemon. Dat rijmt toch helemaal niet? Nee, dat doet er niet toe. Maar dat doet wel hangen. Ja, het blijft wel hangen. Singing the song, I see I was wrong. To
Is helaas overleden en deze staat hier heel goed, dus die wordt eigenlijk te groot voor dit potje. Dus deze gaan we even omwisselen. Ik heb even bij de supermarkt een plantje gekocht voor mijn pot. Want die staat hier te snakken om iets erin. Kom maar. Goed. Dit hoeven de vlogkijkertjes niet te weten. Kijk. Ik heb nu deze gekocht, zo'n fenkel risotto pakket. Zag er lekker uit en die pakketten zijn dus echt lekker. Bananen. Ik ga zo even naar de Havenstraat, want ik kreeg van een van jullie een hele leuke video doorgestuurd over speelgoed voor baby's, kinderen. Onbewust zat ik daar heel erg mee, want alles wat ik Sydney geef wat voor baby's is gemaakt, wil ze niet. Zag ik dus een video, want iemand van jullie had dus gezien dat ik sjaaltjes had gekocht bij Guido Italianer. En dat haar zoon van die meid in de video, die had een hele doos met sjaals. En de ene keer was het voor dat jong een soort manier om hem heen te strikken. Als verkleedkleding. Het volgende moment wilde hij weer een tent mee bouwen. Dus heel goed voor de imagination. Dat lijkt mij dus nou echt iets voor Sydney. Dus ik heb sowieso nu mijn editwerk af. Ik heb net video's geëdit voor samenwerking. Wat altijd heel pittig is. Omdat je van allerlei informatie erin moet verwerken. Dat zij graag willen promoten. Dus als merk willen ze graag iets vertellen over hun merk. Natuurlijk gaat het over producten waar ik achter sta. Maar alsnog komt het heel precies. Zij staan echt ergens voor. En ik ben weer heel dankbaar dat ik samenwerkingen heb. Überhaupt elke keer als ik er één krijg, denk ik echt, wat heb ik het goed voor elkaar dat dat is gelukt. Want dat was mijn wens natuurlijk, om hier van video's maken te kunnen leven. Ik doe het nu zo aan, maar is dit de kerstgroen en rood en goud? Sowieso, dat heb ik heel vaak, dan heb ik 's ochtends iets aan. En tegen de tijd dat ik dan de deur uit ga, wil ik toch iets anders aan. Dus dit wordt hem waarschijnlijk toch niet. Moe worden van deze hele tijd dezelfde locatie. Ik denk het niet, toch? Nee. Het is toch elke keer weer nieuw. Omdat ik die hele kilo sale nu heb doorgekampt, kan ik dus rustig even naar die sjaals gaan zoeken. Ja, heerlijk. Zonder dat ik druk voel om die hele winkel door te kammen. Ja. Maar ik ben dus al heel lang niet geweest, dus ik ben wel van deze. Oh, leuk! Ja, dan kun je een keertje even lekker met een frisse kijk. Ik heb even een fotoshoot gedaan. Ik zal Instagram hier even onder in beeld zetten. Ik heb niet iets, wat is dit? Ja. Buckets, buckles. Ik vind dat jij meer embleems. Oh. Even die bakken checken. Ik zou dit wel aanbidden als een jurk. Ja, ja, heerlijk. Dat het gewoon heel. Ja, ik neem deze sowieso. Ja, hoe zou dit zitten? Dit kan. Maar die is korter dan deze.
Ja, maar toch neem ik hem wel. Ik heb net een Turkse sweatband gekocht. Maar deze is hoog. Ja. Deze is veel beter. En er zit geen embleem op. Ja. Oh, jij was daarbij. Ja, dus deze is wel beter. Dus die moet wel mee. Hier hou ik dus heel erg van. Heb jij lekker bakkie, joh? Heerlijk, leuk. Die is wat meer oversized, toch, dan die ene? Ja, top. Ik zo. Had je deze bak nog niet gezien toen je hier was? Nee. Toch nu een soort raar bodywarm serietje aan het verzamelen. Oh, een heel leuk bodywarmetje. Ja, ik vind het... Ja. Ja. Ik laat mijn labrador uit op de hei. Ja, het is uit de army. Kijk, dit zijn dus al de sjaals waar ik nu naartoe wil. En dan ga ik dus proberen om even kleuren te vinden. Maar het hoeft niet, want gewoon uit een doos trekken was ook schijnbaar heel leuk. En dan maakt de kleur niet uit. Sanne heeft een hele gaaf blaze gevonden. En in de meanwhile even aandacht blazen. Fantastisch wat broek, is... het is een S, dus ik pas hem niet, maar dit vind ik alles. Echt zo'n, dit Mick Jagger zou dit kunnen dragen. Ja. Vind ik heel cool. En het is ook een beetje zoiets narrig. Ja. Kijk. Nou, dit wil je. Ja. Ja. Heel mooi. Kijk, blauw is dus water. Ja. Maar eigenlijk is dit niet de goede shape. Eigenlijk moet het een vierkant zijn, want dan kan je ze neerleggen en doen alsof daar meer is. Ja. Dus oh, je water. Hebt het echt uitgedacht. Nee, dat stond in die video. Oké. Okay. Water, vuur, gras. Ja, moet het niet donkerder? Dus minder vieren? Ja, nou, dit is het beste wat ik kon vinden. Heel te klein, maar wel heel erg het effect. Ja. Zou die bloem dan afhalen? Ja, direct. En wat is dit allemaal? Ik krijg wel inspiratie van. Het gaat te veel niet goed, maar iets gaat hier heel goed. Oké, okay, vertel, neem ons mee. Wat gaat er goed? Nou, wat er goed gaat is het materiaal. Mm-hmm. Dus wrinkle nylon met nog weer geplooid. Maar de hele fit gaat niet goed. Kijk. Ja. Het is gewoon een grote natenjas. Maar ik vind... Ja, en wat vind je dan van deze kermis hier? Die strass. Ja? Ja, dat vind ik een beetje Moncler. Oh ja. Niet dat dat nou al helemaal goed is. Maar... Ik vind het wel geinig hoor. Het is gewoon de stof waar ik denk ik voor viel. Ja. That's it. Deze heb ik hier al een keer zien hangen. Toen keek ik ook al zo. Ik ook wel flirten. Ja, dit is... Hij is te klein, of niet? Dit heeft ook Moncler niveau. Ja, dit is heel grappig. Het zou zomaar een proto uit die fabriek kunnen zijn, weet je? Die kleur van een. Heel hoogwaardig in materiaal, maar totaal niet mijn stilo natuurlijk. Sowieso met een jurk dingen passen is niet leuk. Nee, ik vind het altijd heerlijk als je gewoon wat dingen eruit pakt en dat laat zien. Ook als het lelijk is. Ja. Meestal blok ik dat. Oh, dat houdt er dan uit. Je doet alleen de mooie dingen. Ja. Nou, die ik interessant vind. Eigenlijk dacht ik, oh, ik hoef niks meer nu. Maar nu zit ik toch weer met een hele mand vol. Oh my god. Wat is dit voor hoekje? Ik heb het hele hoekje gemist. Doeg! Nou, de sjaals zijn binnen. Ik heb weer ook allemaal bijproducten gekocht. Dit jasje, jongens. Gewoon heel veel stand van zichzelf. Die kleur. En goedemorgen iedereen. Kijk, er zit metaaldraad in deze stof, waardoor hij dus memory heeft. Gemixt met nylon. Je eigen leven leidt hij, dus hij heeft gewoon heel veel karakter. Hij doet heel veel, vind ik. Oké,
Voordat ik begin wil ik even zeggen dat de closet sale nu live is. Al mijn kleding, 8 vuilniszakken die ik uit mijn kast heb gehaald. Die ik ooit vintage of kringloop heb gekocht. Maar niet meer draag, niet meer pas of gewoon te vaak heb gedragen. Heb ik naar Thriftdeal gebracht en zij verkopen dat vanaf nu op hun site. Ik ben heel benieuwd wie van jullie wat koopt. Dus als je het leuk vindt, stuur alsjeblieft een fotootje in de DM. En dan kan ik lekker zien waar het terecht is gekomen. De link naar mijn closet sale op hun site zet ik in de beschrijving. Kun je er in 1 klikje komen. En ik ga even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Dus ik ging voor sjaals, maar ik heb ook heel veel voor mezelf gevonden. Had ik niet verwacht, want ik heb net eergisteren die shop leeg gekocht. Overdreven denk ik, de hoeveelheid. Ik ga kijken hoe Sydney hierop reageert. Als het leuk is dat het er zoveel zijn, laat ik het. Anders kan ik ze natuurlijk ook weggeven aan andere kids. Ik ga ze hier bij de gate leggen. Dan kan zij ze ontdekken. Kijken wat ze ermee gaat doen. Dit jasje. Super licht bodywarmertje. Heeft wel een zak, dus... Pinpas, iPhone, sleutels en gaan lopen. Het hele leuke hemdje voor Sydney. Ik denk volgend jaar zomer. Shortje laatst ook in deze 5 gekocht. Oh ja, deze. Ik zal even een foto inplakken van iemand die ik heel inspirerend vind. Die ik al de hele tijd volg. Een Fransman volgens mij. Instagram. En hij draagt van die hoge mutsjes. En ik denk eigenlijk van, oh, als ik met de juiste outfit doe, dan zou het fashionable kunnen zijn. 3 singlets in gigantische maten. 17, 18 staat erin, maar ik weet helemaal niet wat dat betekent. Maar dit lijkt me heel lekker luchtig. Kijk, een heel drapey, heel oversized weer. Perfecte lengte. En ja, ik voel me hier heel goed in. Kijk, dit is de witte. Ja. Dit is gewoon in een jersey. Dit is lichter qua materiaal, dus deze heeft iets meer stand. Valt iets minder zwaar. Oh, wat leuk. Ik draag nooit hemdjes. Hemden. Ik hoopte dat het zo zou zitten. Dan dit shirt. Die zag ik aan het einde. Heel heftig wat er allemaal gebeurt met dit shirt. Dus allerlei voorpanden, dubbel en plooien. Maar deze kleur in shirt mis ik. En het is viscose, dus het draagt heel luchtig. Het gaat heel goed bij felle kleuren. Oh. Oh, dit vind ik wel een heel mooi detail. Dus dat die plooi helemaal doorloopt in de mouw. Ik heb alweer een nieuwe zak gestart voor de closet sale. En daar zit dus die andere turquoise joggingbroek in. Want die was net eigenlijk een maatje te klein. En een lage waist. Waardoor ik dus elke keer bij het zitten dat hele ding weer omhoog moest trekken. Dus deze lijkt mij iets royaler en dus beter. Ja, deze maat is goed. Ook een cuff, gewoon een goede lek. Geen zijnaden, vind ik altijd mooi. Ja. En dan mijn favoriete item, want die bewaar ik altijd voor het laatst. Een heel agressief sportshirt met polo kraag. Dus dit is mijn technische polo. Maar dit werkt gewoon altijd heel leuk, vind ik. Dat het heel erg sport is, om dat dan weer met iets romantisch te kunnen combineren. Ja. Dit is heel mooi, eigenlijk heel mooi uitgewerkt. Terwijl het een heel goedkoop sportmerk is, maar ze hebben nergens op bezuinigd. Dus nog even zo'n streepje. Die print, meerdere kleuren, hè? 3 kleuren print. 2 kleuren print. Het shirt was waarschijnlijk wit. Ja. Het is gewoon zwart en rood opgeprint. En dan krijg je hier bij die stippeltjes grijs. Maar goed, hoe meer kleuren, hoe duurder. Maar het is dus... Het
is heel uitgewerkt en dat vind ik heel mooi. Vergeet niet te liken en te abonneren, dat helpt mij. Dankjewel, leuk dat jullie hebben gekeken en tot de volgende.